Voordat ik deze video wil beginnen, ga ik eventjes een klein verhaaltje vertellen, oké? Ik was dus bezig met het voorbereiden van de video. En ik was dus ook een paar dingen op een notitieblokje aan het schrijven. En per ongeluk, terwijl ik aan het schrijven ben op mijn notitieblokje, druk ik een paar keer op spatie. Nou was het probleem dat mijn knop blijkbaar op play stond en daarna op quick play. Waardoor ik dus in een game terecht kwam. En ik was compleet niet voorbereid. Dus mijn opnames staan niet aan. Ik queue per ongeluk 2 versus 2. Ik moest in volledige paniek spelen, maar ik heb wel gewonnen. Dus dat is heel goed. Vandaag gaan we misschien alleen niet winnen. Hoi trouwens, ik ben Duncan. Welkom bij deze video. Abonneer op mijn kanaal. Ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen aan het begin van de video. Ik haat 1v1's. Dat is eigenlijk een beetje de plot van deze video. Ik kan misschien wel eventjes laten zien. Dit is mijn huidige rank in het nieuwe seizoen van Rocket League. Ik heb 9 van de 10 3v3 matches gespeeld. Wat ik eigenlijk nog best wel verrassend vind. Ik heb bijna Grand Champion aangetikt, want het is nog het begin van het seizoen. Je ziet ook dat ik net aan de gold reward heb. Ik ben unranked op solo 1 versus 1, omdat ik er dus een pesthekel aan heb. En ik ben ook nog steeds unranked op solo standard. Maar ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel zin om daar veel mee te gaan doen dit seizoen. Ik heb dus geen enkele placement gedaan voor solo. Ik heb het vorig seizoen ook niet gedaan. Mijn MMR is 827. Dat is niet bijzonder hoog. Ik ben er ook niet goed in. Dus ik ga je ook meteen vertellen. Ik ben misschien hoger in andere ranks. Maar dat is omdat ik kan pasen naar andere mensen die wel kunnen raken. Dus we gaan het gewoon eventjes lekker spelen. We zien wel hoe het gaat. En misschien dat ik kan laten zien waarom ik er zo'n pokkenhekel aan heb. Naast dat ik er zelf gewoon verschrikkelijk veel fouten in maak. Op zich is het ook wel fijn dat ik al een potje heb kunnen spelen. In 2 versus 2 wel dan. Maar alsnog heb ik daardoor wel een klein beetje een warm-up gekregen. Ik weet alleen gewoon niet hoe dit spel werkt. Om in 1v1 te gaan doen. Dus dat is gewoon heel vervelend. Ik weet dat hij boost heeft, dus dat ik daar heel erg voor moet uitkijken. Maar ik weet ook dat ik de bal van hem weg kan schieten. Boost kan gaan pakken. En dan een kaart op zijn hoofd dunken. Ik weet ook niet wat ik moet verwachten van 800 rating. Like, misschien zijn ze heel goed, misschien niet. Ik had daar bijvoorbeeld heel makkelijk kunnen scoren. Maar je gaat dus ook heel veel, maar dan ook heel veel foutjes van mij zien. Zoals ongeveer dat, maar dan dat het nog slechter uitkomt. Aan het einde! Oh, oh mijn god, oké. Dank je. En dan moet ik even open goal scoren. En dan hebben we de eerste goal van de game. Yes, dat ging dan best wel oké. Volgens mij is het diamond niveau. Weet ik eigenlijk niet zeker. Die guy is wel 1000 rating. Want ik ga natuurlijk heel hard omhoog. Omdat het mijn eerste placement is van het seizoen. Oh, en ik heb de boost. Wacht even. Oh, nee, kom op. Nee, fuck. Oké, dat ging nog best wel oké. Ja, hij sluit het hier te hard van de muur af. Wacht even. Ik had hem eigenlijk daar op de grond willen hebben. Maar maakt niet uit. Weet je wat? Ik pak de boost mee. En ik counter hem helemaal zo. En dan schiet ik hem te zacht weg. Kom op, seedingtje. Hoppakee. Nee, kut. De engel was te moeilijk. Nee. Oké, fuck. Hij verneukt het. Heel goed. Kan ik die counteren? Ja, heel goed. Ah, hij raakt hem nog wel aan. Wacht even. Kut, hij bounce echt net heel naar. Wacht even. Oh my god, what the fuck was dat? Ik wil niet uit de video, maar ik moet hem erin laten, want ik heb ermee gescoord. Dat was heel ongemakkelijk. Ik miste gewoon volledige bal. Ik raakte hem heel zacht, maar hij tikte hem er voor mij in. Ook een heel vriendelijk gebaar, weet je wel. Ja, je kan hem ook zo op de backboard schieten. En dan dat hij hem er zo inknalt. Maar dan toch niet, weet je wel. En als ik hem gewoon naar rechts had getikt, dan was het gewoon een goal geweest voor mij. Maar, ah shit, wacht even. Wacht even. Yeah. Het hoefde niet moeilijk te doen, want hij kwam sowieso al niet meer naar mij toe. Dat was raar. Ik had echt wel verwacht dat hij dat ging contesten, omdat hij dat kon contesten. Maar goed. Hey, yo, what up? Kut, hij heeft hem ook gewoon nog. Ik weet sowieso echt, mocht ik hier ooit iets mee gaan doen met 1v1... en ik kom op een hogere rank, dan gaan mensen me echt veel harder punishen voor dit soort fouten. Like, het niveau wat ik nu speel is sowieso niet in de buurt van champion niveau. Dat weet ik zeker. Laat staan champion 3 / grand champion. Wat ik dus ben op mijn andere playlist. Nee, maar deze guy doet het nog 10 keer slechter. En hij is 1000 rating. Dus dat is nog het erge. Hij schoot hem heel ongemakkelijk op de paal. Hij schiet zelfs al ben ik gedemo'd nog mis. Dit is echt heel zielig. Dit is echt heel sneu. Ik heb te doen met deze guy. Zodra ik score, wedden, gaat hij forfeiten.
Like, no way dat hij dat nu niet doet. Echt waar. Dit is 100% de forfeit. Hier, let op. You're such a... lucker. Bam! Let's go! Oké, nieuw spel. Ik ben 225 punten gegained. Dat is heel relaxed. Waardoor ik dus nu eigenlijk al... volgens mij bijna op champion niveau zit. Zou het? Geen idee. Ik zie dus al meteen iets opmerkelijks. Hij gaat niet voor de kick-off. Hij zoekt de 50-50 niet op. Hij gaat hier voor de flip reset en hij scoort hem niet. Ik had oprecht het idee dat hij hem scoorde. Maar dat maakt niet uit. Weet je, hij is wel skilled. Hij weet hoe hij moet flip resetten. Ik punish hem hier natuurlijk voor. Terwijl ik eigenlijk hem keihard doorliet. Want ik bedoel, hij had eigenlijk gewoon het vrije schot. Hij miste hem alleen zelf op natuurlijk de crossbar. Dus dat is super zonde. Heb ik deze boost? Ik heb deze boost. Dat is heel fijn. Oh, wacht even. Wacht even. Nee. Hij heeft die. Oké, okay, ik weet ook niet hoe ik daar verder mee om moet gaan. Deze guy zet al gelijk veel meer pressure op me. Ik ben ook bang dat hij voor demo's gaat of zo. Dat soort dingen. Dus ik weet niet helemaal hoe ik dit moet uitspelen straks. Wacht even. Come on. Nee, ik wilde voor die double touch hebben, maar ik had daar niet de angle voor. Kut. Ja, dat is een game. Oh, man. Maar ja, weet je, het was leuk te proberen. Ik wist dat hij in de goal zat, maar hij had nog best wel veel kans voor mijn gevoel om eruit te komen en de bal te clearen. Dus daarom probeerde ik via de backboard een double touch op te zetten. Hey, een kick-off goal. Vroeger waren dat echt zulke grote problemen aan het spel, dat je gewoon 7 kick-off goals tegen ging krijgen. Tenminste, daar had ik heel veel last van als ik 1v1's aan het spelen was. Maar daarom vond ik het ook niet zo heel leuk. Boom. Oh, nee? Oké. Dat was vreemd. Hij heeft als het goed is niet de boost. Want die is net gespannen. Oh, en hij played me uit. God damn it. Ik wist niet eens dat dat echt een ding was. Dat is best wel... Daar heb ik nooit over nagedacht. Om op dat laatste moment hier zo voor een tikje te gaan. Alhoewel, heb ik dat ooit gedaan? Ik weet het niet. Maar dat was in ieder geval een hele domme fout. Kom op. Yes. Een zieke 50-50 kick-off. Ik ga hier greedy voor de boost. Ik mis de greedy boost. Dus nu heeft hij vrijwel een gratis schot. Maar hij was ook een beetje laat bij het feestje volgens mij. Kijk wat hij gaat doen. Oh, hij gooit gewoon een goede angle erop. Oké, ja, fuck. Dit is al meteen een stuk uitdagender. Maar dit is ook een hogere rank al. Dus dat is op zich logisch. Ik weet ook niet eens uit mijn hoofd wat mijn hoogste rank is geweest. Hier in 1v1. Ik heb in ieder geval geen boost. Dus dat wordt heel prettig. Kijk eens aan. En nu komt hij gelijk mij fucken waarschijnlijk. Oh. En... Ah, shit. Ik wil hem eigenlijk veel meer op de rechterkant van mijn auto hebben. Geeft me ook volgens mij veel te veel ruimte. Maar ik weet ook niet hoe ik moet verdedigen. Like, fatsoenlijk. Ik weet niet hoe ik moet aanvallen. Ik weet niet hoe ik moet verdedigen. Ik weet heel weinig van 1v1. Vooral het strategische gedeelte, zeg maar. Oh, ah, shit. Was heel ziek geweest, dan had ik dat afgekregen. En daar had ik eigenlijk iets met de bal moeten doen, voor mijn gevoel. En daar had ik zijn flik moeten blokkeren. But we're good. Beetje. Gaan we doen. Gaan we doen. Ik weet hoe ik moet faken. Dat is iets. Shit, hij mijn boost. Hij heeft die boost ook. Nee! Hij gaat iets gemeens doen. Ik weet het nu al. Maar ik moet dit blokkeren. Oh, pff, ja, nee. Weet je, ik zag wat hij ging doen. Hij probeerde me te blokkeren en dan de bal erin te laten gaan, bla bla bla. Maar ik backflipte gewoon. Ik chokte gewoon al überhaupt voordat hij iets kon doen. Hij hoefde niet eens de moeite te doen. Ik miste hem al. Fucking kut. Ja, maar deze guy weet wat hij doet. Dat is zo vervelend. Ik word afgemaakt. Als hij nog even een paar keer scoort, dan ben ik er gewoon echt klaar mee. Dan weet ik gewoon, ik ben verslagen. En dan is het klaar. Maar zolang ik een comeback kan gaan maken, laat ik hem er nog even lekker in, dit kwotje. Goddammit. Nope, ik denk niet dat dit het gaat worden. Fuck deze game. We hebben een nieuwe game. Deze keer tegen Dyslectic Mannequin. De guy van de stonks heeft hij als profielfoto. Ik hoop dus dat dit wat beter te doen is. Oh mijn god, ik weet niet wat er met mijn auto gebeurde. Maar, hij doet een beetje raar. Ja, kut, hij gaat het nu al meteen maken of niet. Yep. Oké, dat is zeer droevig. Beetje matig begin, maar niet uit. Dat kan ik nog wel hebben. De guy waar ik tegen speelde was trouwens 1640 of zo op Tews. Ik had nog even nagevraagd van, yo, ben je toevallig een smurf of iets? Want hij speelde het wel gewoon echt heel goed. Maar dat was hij blijkbaar niet. Hij was geen smurf, dus het was wel ongeveer het niveau van champion wat je kan verwachten. Dus ik ben gewoon echt heel bad. En ik snap ook dus niet waarom ik meteen na mijn eerste placement match in 2 seizoenen
nog dit MMR behoud. Want ik schiet letterlijk gewoon de bal in mijn eigen goals. Ik ben heel slecht in Wands. Ik heb het dus ook heel lang niet gespeeld. En ik begrijp dus niet waarom het ranked systeem mij dus nog steeds in dit soort ranks plaatst. Want dat betekent dus eigenlijk dat ik gewoon 10 seizoenen lang niet hoef te spelen. En nog steeds blijf ik een hele hoge rank. Of wordt er verwacht het systeem eigenlijk dat ik gewoon goed ben. Ik bedoel, dit is gewoon een lucky 50-50. En ik neig dit nog bijna te missen ook. Dat was paal. Ik dribbelde hem tegen de paal. Meen je dit? Dit is niet oké. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje een kut iets. Weet je, het liefst zou ik eigenlijk gewoon dus heel lang geen Rocket League willen spelen. Of in ieder geval geen 1v1's. Zodat ik gewoon lekker kan deranken en dat ik het gewoon opnieuw kan leren. In essentie. Maar wat je dus nu krijgt is dat ik eigenlijk gewoon heel lang moet deranken. Wil ik zeg maar een beetje op een daadwerkelijke skillniveau komen. Maar niemand heeft zin om 20 games achter elkaar te verliezen om een beetje te deranken. Vooral omdat ik nu ook nog heel makkelijk punten gain. Omdat dus mijn oude rank fucking champion of champion 2 was het? Nee, champion 1 volgens mij. Aan de andere kant, weet je, ik sta nu 2-3 met deze guy. Hij maakt ook nog best wel veel fouten. Wellicht is dit eigenlijk al mijn rank. Maar kwam ik gewoon iemand tegen die nog niet helemaal in zijn juiste rank was gegooid? Want what the fuck was dat net? Ik snap er echt geen ene moer van. De ene tegenstander is echt een god. Zijn complete controle over de bal en zijn game. En deze guy is, inconsistent wil ik zeggen. Weet je, hij heeft gewoon gescoord. Hij heeft me outplayed. Ik heb hele domme dingen gedaan. Maar tegelijkertijd betrap ik hem op hele domme dingen. En dat is eigenlijk in essentie gewoon wat we überhaupt doen. Maar ik moet wel zeggen, ik bedoel, ik vind Wands dan echt niet leuk. Maar als het gaat om jezelf een betere speler maken in dit spel, is het wel echt een heel essential item. Ik bedoel, je leert enorm goed hoe je solo dingen uitspeelt. Al is het 1v1 of 1v2. Je leert veel meer controle over je auto en samen met de bal en dribbles en zo. En dat is echt, zijn hele belangrijke punten waar ik nog steeds niet goed op ben. Dus als ik mezelf wil verbeteren als speler, het nummer 1 ding wat in me opkomt is, ga 1v1 spelen. Dat is zo belangrijk voor je om dat te doen en om een betere speler te worden. Maar dat doe ik niet. Want ik ben koppig en ik heb er eigenlijk gewoon geen zin in. Weet je, het is, een spel moet ook gewoon leuk blijven. En ik kan Grand Champion halen zonder het te doen. Het zou een stuk makkelijker zijn om Grand Champion te halen door het wel te doen. Maar het punt is, ik wil dat het leuk blijft in de uurtjes dat ik het speel. Want ik speel het niet zo heel veel uur. Fuck, ik verneukte mijn half-flip terug. Of was het een half-flip? Ja, mijn backflip terug. Oh wel, dit is best wel een spannend potje. Ik kan gewoon een heel verhaal uitleggen. En ik kan gewoon nog een beetje spelen ook. Met 1 punt achterstand nu. Ik kan deze guy beaten. Dus ik moet er wel heel erg teleurgesteld in zijn als het niet lukt. Fuck. Maar ik heb ook niet echt meer de controle over mijn auto. Het zat sinds kort. Ik weet niet wat het is. Misschien komt het omdat ik gewoon een kleine Rocket League break heb gehad. Maar ik heb heel vaak dat als ik op de grond ben en probeer een bocht te maken, dat ik gewoon niet de muscle memory heb om die bocht te maken. Dat ik vaak of te kort of te ruim de bocht maak. Ik heb gewoon niet precies de bocht die ik wil. Heel vervelend, want daardoor raak je echt snel geïrriteerd van, ah kut, ik had het goed kunnen doen. Mijn achterstand begint zichzelf op te bouwen. Ik verpeste daar de kick-off. Heel stom, want ik ben ook de persoon die dan uitwijkt. Ik denk van, ah weet je wat, ik denk dat ik de kick-off scheef kan raken. En dat ik dan zeg maar een betere uitkomst kan forceren, maar dat werkt niet mee. En hier, wederom, het gebeurt alweer. En ik sta inmiddels al 4 punten achter, verdomme. Maar het is 1v1. You never know. Ik moet eigenlijk gewoon iets meer zijn fouten uitwachten. Bijvoorbeeld dit soort dingen. En dan kaboom. En dan zorgen dat hij erin gaat. Terwijl hij dat dan niet gaat, verdomme. Ik kan wel pressure geven. Juist, precies. En dan kan ik de bal hebben. En dan... Huh. Oh nee, dat was heel close. Shit. Terug. Ik denk trouwens met mijn bochten dat ik de driftknop niet lang genoeg inhoud. Maar ik heb hele rare muscle memory daarvoor gekregen. Blijkbaar. Oeh, mijn spieren hebben misschien geheugenverlies of zo. Ik weet het niet. Ik had deze moeten counteren. Als ik gewoon door bleef rijden. Oh man, 13 seconden. Ja, 4 goals. Dit gaat het niet worden. Dit gaat het niet worden. Maar we kunnen nog eentje doen voor de sier. Als het lukt. Nope, oké, wacht. Nee, is dat in? Kom op, ja. Yes. Voor de sier is gelukt, oké. Dat was iets. Alles iets. Ik zei het aan het begin van de video. Ik ga waarschijnlijk niet winnen.
En we hebben verloren. Tegen Champion. Ik ben wel heel benieuwd wat voor rank ik ga zijn. Maar waarschijnlijk place ik Champion. En daarna ga ik keihard deranken naar Diamond. Want dat is voor mijn gevoel wel waar ik thuis hoor. En ik had daar trouwens nog een goal gescoord. Dus als ik gewoon meer tijd had, had ik hem misschien nog kunnen winnen van deze guy. Maar desondanks, hij heeft gewonnen. Fair game. GG. Jullie vroegen trouwens om meer Rocket League. Ik wil binnenkort meer Rocket League gaan doen. Eindelijk is mijn internet gefixt. Dus ik kan fijn weer gezellig Rocket League spelen. Dus verwacht wat streams en video's binnenkort. Je ziet wel wanneer ze online komt. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Volg me even op Twitch. Volg me even op Instagram. Volg me even op Twitter. En volg me op YouTube. En ik zie je ook bij de volgende video. Peace out. Goedjes.